live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Ever staat op. Dames en heren, mag ik even een applaus voor Steven Groothuis? Zo, goedemiddag, goedenavond eigenlijk. Goedenavond. Hoe is het? Ja, kan niet beter. Dit is wel de domste vraag die ik nu kan stellen. Ja, dat is een inkoppertje maar inderdaad. Dat is een inkoppertje. Hé, hey, wat was dit waanzinnig spannend. Ja, dat was het inderdaad. Ik heb zelf inderdaad een kwartier lang bijna een hartverzakking gekregen van dat wachten. Want je was niet in de laatste race, dus je moest even op die middenbaan. Moet je dan wat gaat er door je heen op zo'n moment? Weer een domme vraag, maar ik wil ze gewoon toch allemaal weten. Gewoon. Ja, ik ga ze ook beantwoorden. Ja, nee, het is, je denkt echt van, wat gaat het gewoon gebeuren? Ga ik hier echt Olympisch kampioen worden of... Komt er nog één onderdoor? Het is echt doodspannend. Je weet gewoon, Danny Morrison reed na mij 400ste langzamer. Ja. Ik dacht, nou, die Shani Davis gaat er gewoon onderdoor. Daar was ik wel bang voor. Dat was eigenlijk een beetje de verwachting. Iedereen die er dacht een beetje verstand van te hebben, die dacht, nou, Shani Davis gaat in ieder geval de 1000 meter pakken. Nou ja, dat dacht ik van tevoren niet. Maar toen ik die tijd van Danny Morrison had gezien, toen dacht ik van, nou, daar komt Shani waarschijnlijk nog onderdoor. Maar Danny reed gewoon ook een fantastische 1000 meter. Ja. Het was genoeg. Maar dacht jij dat hij ook de race aanvankelijk van tevoren dat hij iets zou gewinnen? Nee. Ik dacht van tevoren dat ik zelf gewoon kon gaan winnen. Ja, zat je met die insteek zat je erin? Ja, ja. Je zit natuurlijk met die insteek erin, maar ik bedoel, ja. Ja, je bent gewoon bezig met je race. Ik denk gewoon zo hard mogelijk rijden. Maar ik weet gewoon, als ik gewoon de race reed op het kwalificatietoernooi en dan nog wat beter. En dat deed ik hier, dan win ik daar gewoon mee. Ja. Maar dat moet je dan wel doen. Dus gelukkig lukte me dat om dat te doen. Ja. Maar ja, dan is het inderdaad nog steeds afwachten of er niet iemand nog gekkere dingen doet. En, ja. Gelukkig deze dat niet. Maar je had wel meteen zoiets van, ja, die tijd, dat zag eigenlijk iedereen wel. En jij vast en zeker zelf ook, nou, dit is wel, dit heb ik gewoon best wel goed gedaan eigenlijk. Ja, dit is voor mij de snelste, zeker de snelste tijd op een laaglandbaan. Ja. Dus eigenlijk gewoon echt dik mijn beste race op een laaglandbaan ooit. Dus dan weet je gewoon, ik heb er alles aan gedaan en beter dan dit kon ik niet. En dan is het gewoon aftellen geblazen. En dat duurt dan nog een kwartier of nog langer volgens mij. En dat is behoorlijk lang. Ja, beschrijf even het gevoel van het moment dat je weet van, ook ik heb hem te pakken gewoon. Ja, dat is dan net al het gekke is. Dat is dan 30 meter voor de finish of zo. Want je ziet die gekke finishlijnen en dan weet je gewoon dat... Dat streepje. Maar dan denk je nog, ja, ik heb met Jan Smeekers gezien. Dat was er zo'n ellende dat hij... ja, nou ja, de ploeggenoot. Ja, ik dacht ook dat Jan gewonnen had, een ronde lang. En ik denk, ja, weet je, straks hebben ze daar weer een of andere lijn verkeerd getrokken. En dan, dan is het toch niet zo. Dus dat zijn toch dingen die je dan een beetje slag om de arm houdt. Maar toen ze echt over de finish kwamen, toen zag ik het wel. En toen, ja, dan vlieg je Jack in de arm. Want die al die jaren gewoon me bijgestaan. En dat is fantastisch dat je dan met hem kan vieren. Ja, heb je familie al een beetje gezien? Want ik stond aan de zijkant, dus stond ik te kijken. Je ging op een gegeven moment, ik stond er vlakbij naar wat mensen toe. Wie waren dat? Zo? Want, mijn vrouw en mijn ouders. Die kwamen, en die waren met een grotere groep. Maar goed, die werden niet allemaal over de tribune heen gehesen. Nee, dus, je liefst trek je ze allemaal thuis op natuurlijk. Op ja, eigenlijk het wel. Ja. Dat is, het liefst zou je eigenlijk die hele groep. En in de andere bocht stonden ook nog een aantal vrienden en zo. En die zou je dan het liefst ook allemaal erbij hebben. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Maar het belangrijkste is mijn vrouw en mijn ouders. Die waren erbij. Dus dat geweldig. Goud is natuurlijk altijd, ik kan me voorstellen, dat dit is het allermooiste wat je natuurlijk kan bereiken. Maar zeker, jij was natuurlijk in Vancouver eigenlijk ook, was je ook de favoriet, daar werd je vierde door allerlei omstandigheden. Je hebt een hele nare periode gehad daarna, je bent uit een enorm dal geklommen. Dit moet extra speciaal voelen voor jou. Nee, tuurlijk. Zeker. Ik heb genoeg shit meegemaakt, maar dat hebben denk ik, dat hebben heel veel mensen natuurlijk en ook in de sport. Dus dat... mijn relatie met de speler was nog niet echt heel erg gelukkig tot nu toe. Nee. Maar bij deze keur ik hem helemaal goed. Sterkt je dat alles? Wat je, ja, dat kan haast niet anders. Daar word je zoveel sterker van, toch of niet? Ja, nee, tuurlijk. Het is, en je gaat gewoon door. Het is gewoon doorgaan. En ik had gewoon vertrouwen in dat ik dat dit kon. En Jack ook gelukkig. En dan is het gewoon doorgaan. En dan hopen gewoon dat je van die 40 mensen die daar aan de start staan... degene mag zijn die hem kan winnen. En nou ja, heel gelukkig ben ik het. Wat heb jij met die bril van Jack gedaan? Want dit is volgens mij al de tweede keer dat die bril vermorseld wordt van de beste man. 4 jaar geleden Mark? Of, ja, precies. Wel, nu, is dat zo? Is die nu helemaal naar de Ik geloof het wel. Je weet niet of er nog iets van heel is. Ik heb het daar niet meer met zijn bril bezig gehouden. Maakt ook niet uit. Hey, je gaat zo gehuld worden in het Hollandhuis. Ja, ik neem aan dat je daar ook een beetje zin in hebt. Ja gaaf. Heel gaaf. Maar je moet je wel ook nog even focussen weer op die 1500. Die moet je ook nog even rijden. Hè? Hoe ga je dat allemaal doen? Nou, ik ga nu gewoon even genieten en feest vieren. En dan ga ik... Nou ja, ik ga hier niet om 6 uur 's ochtends weg hoor. Toch niet? Nee, dat niet. En morgen gewoon rustdag. En dan vrijdag gaat alles weer helemaal op 100% focus op de 1500. Ja, nou onwijs bedankt dat je ons zo hebt laten genieten. En geniet er vooral zelf van. Nogmaals gefeliciteerd en dankjewel dat je er even was.
Bedankt. Top. Live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Even staat op.